jammer dat er minder bij staat. We gebruiken deze vloedschotten om de waterkerende hoogte van de Voorstraat, dat is een primaire kering, om die te verhogen. Want de Voorstraat is als dijk eigenlijk een halve meter te laag. Vandaag is weer getest of alles nog past, maar vooral wat er ook alweer moet gebeuren. Is het zover dat dat water stijgt, ja, dan is het vaak slecht weer, donker kan het ook zijn natuurlijk. En dan moeten de mensen wel op elkaar ingespeeld zijn. Het is een samenspel tussen mensen, medewerkers van de gemeente Dordrecht en van het waterschap Hollandse Delta. Die met elkaar deze kering dus aanbrengen. Ja, en aangezien het urgent is en snel moet gebeuren, ieder jaar weer even oefenen. Zodat ze in ieder geval weten wat ze aan elkaar hebben. Met berichten over de stijgende zeespiegel zou je verwachten dat de vloedschotten in al die jaren inmiddels te laag zijn. Op dit moment denken we dat we gewoon zeker de eerste 50 jaar hiermee uit de voeten kunnen. Maar ja, zodra bijvoorbeeld het KNMI aangeeft van nou, die waterstanden die komen hoger, ja, dan gaan we daarop inspelen en dan zullen we ons systeem wel bij moeten stellen. Nou, voorlopig kunnen we het nog hiermee doen als het water stijgt naar 2,5 meter boven NAP.